Goedemorgen, mede-Perugianen. Welkom bij de vieren van de Eucharistie, waarin kapelaan van Pasen ons zal voorgaan. Ook de mensen die via de livestream verbonden zijn en meevieren. Wens u en ons allen een goede viering toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Welkom vandaag in deze viering, de zevende zondag van Pasen, ook wel Wezenzondag genoemd. De Heer is ten hemel opgestegen en we wachten nog op de Heilige Geest die zal komen met Pinksteren. We zullen luisteren naar het lot van de eerste martelaar van het geloof en naar Jezus die tot God bidt. In zijn navolging mogen wij bidden. Bidden we altijd met de goede intentie? Dat mag een vraag zijn die we meenemen in deze viering. Aan het begin van de viering maken we het even stil in onszelf. Kijken we terug op de afgelopen tijd waar we wellicht tekortgeschoten zijn tegenover onszelf, tegenover elkaar en daarmee tegenover God. Broeders en zusters, belijden we dan onze fouten en onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze fouten en onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaardt ons gebed. Want Gij alleen zij de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Heilige Vader, niemand heeft U ooit gezien, maar Uw Zoon heeft ons Uw liefde leren kennen. Hij is de Heiland van de wereld. Wij vragen U, bewaar ons in Zijn naam, dat wij één mogen zijn en U verheerlijken bij alles wat wij doen, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Neem we plaats om te luisteren naar het woord van God. Uit de handelingen der apostelen. In die dagen staat de Stefanus, vervuld van de Heilige Geest, naar de hemel en zag Gods heerlijkheid. En Jezus staande aan Gods rechterhand. En hij riep uit: ik zie de hemel open en de mensen zo staande aan Gods rechterhand. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen leggen hun mantels neer aan de voeten van een jonge man die Paulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij. Woord van de Heer. Een gedeelte van Psalm 97 met de refrein: de Heer is koning, Hij is de Allerhoogste. De Heer is koning, Hij is de Allerhoogste. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. De Heer is koning, Hij is de Allerhoogste. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwden zijn glorie. Voor hem werpen alle goden zich neer. De Sion verneemt het met vreugde. De Heer is koning, Hij is de Allerhoogste. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de Allerhoogste der goden. De Heer is koning, Hij is de Allerhoogste. Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes. Ik, Johannes, hoorde een stem die tot mij sprak: zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen om de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben een wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen: kom. Laat wie het hoort zeggen: kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, neem het waard des levens om niet. Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ja,
Ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Woord van de Heer. Zij met u. En met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, omdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen lief hebt gehad zoals gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat zij, die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad, voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend, en deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad in hen mogen zijn en ik in hen. Woord van de Heer. Amen. Misschien heeft u het ook wel eens ervaren dat iemand u een groot onrecht heeft aangedaan. Een familielid dat als een olifant door moeders porseleinkast denderde om zich iets toe te eigenen wat eigenlijk voor u bestemd was. Of een collega die je onterecht verdacht probeerde te maken bij de leidinggevende. Of iemand die je vertrouwde en waarvan later bleek dat hij of zij je een kat in de zak had verkocht. Je zou enorm je gram willen halen, maar je stapt er toch overheen om groter ellende te voorkomen. Een ellende die dan misschien vervolgens ook nog eens op je bordje zou belanden. Het eroverheen stappen is moeilijk. Soms bijna onmogelijk, maar je doet het. Oorlog is zo'n situatie waarbij het bijna onmogelijk is. De woede, haat wellicht, zit zo diep
dat je de ander liefst alsnog over de kling wil jagen. Maar dat zou wederom tot oorlog kunnen leiden. Stefanus, de jaak uit de eerste lezing, wordt vandaag gestenigd vanwege zijn standpunt in geloof. Maar nog voor hij sterft, vergeeft hij zijn tegenstanders en vraagt God om hen te vergeven. Is dat wel menselijk? Je moet toch wel over bijzondere gaven beschikken, wil je dat kunnen doen. Maar tot op de dag van vandaag zijn er mensen die het kunnen. In een gesprek met een oudere sprak zij uit dat ze zo blij was dat haar gezin nog bij elkaar was, inclusief de aanhang. Toen betrokkenen overleden was en ik een gesprek had met de kinderen, spraken zij zich uit over wat ze zo in hun moeder hadden bewonderd. Het ging over haar verdraagzaamheid, haar vergevingsgezindheid. Ze waren het er met elkaar over eens dat die kwaliteiten de eenheid binnen het gezin hadden bewaard. Jezus bidt vandaag om eenheid, vertrekkend vanuit zijn eenheid met God de Vader. Hij bidt eerst zelf, vervolgens voor zijn leerlingen en daarna voor alle gelovigen. En we weten nu 2000 jaar later dat het nog steeds moeilijk is om eenheid te vinden, eenheid te kunnen bewaren. Want tot op de dag van vandaag is die eenheid af en toe ver te zoeken. Om die eenheid proberen waar te maken, wordt van ons gevraagd eraan te willen werken. Want het is geen oppervlakkige eenheid die Jezus van ons vraagt. De eenheid die Jezus van ons vraagt is een diepe, intense eenheid. Zo'n eenheid als hij die had met God de Vader. Maar willen we komen tot zo'n grotere, diepere eenheid, dan mogen we ons misschien een vraag stellen. Hoe kunnen we eraan werken? Dat kan door onze persoonlijke band met Jezus en God aan te scherpen. Er eens extra op te letten. Maar hoe kunnen we dat in een wereld waarin het vaak zo moeilijk is om in geloof te leven? En toch kan het. Ieder voor zich en ieder voor ons allen. Dat kan door ons spreken en handelen op elkaar af te stemmen. En daarbij helpt dat we kijken naar wat ons verbindt. Het geloof. Het geloof in de drie-ene God. En dat we ons niet laten verleiden tot uitingen van macht, van bezit en succes. We hebben als gelovigen vandaag de dag dus wat te doen. Iets om aan te werken. Vanuit onze verbondenheid met God, niet alleen te bidden voor onszelf, maar ook en vooral te bidden voor anderen. Bidden voor anderen is niet alleen iets voor geestelijke en religieuze. Het mag een vaste plaats hebben in het leven van ieder van ons, van iedere christen. Als dat ons leven nog niet is, zouden we dat er dan van kunnen maken? Bidden is niet alleen maar vragen. Bidden is ook luisteren naar wat God tot ons zegt in de stilte van ons hart. Langs de woorden van de Bijbel, in de vragen van onze medemens,
Als we daar meer en meer op gaan letten, dan wordt er gewerkt aan de eenheid. En die hoeft niet af te zijn. We moeten ook niet wanhopen en denken, dat ga ik nooit halen. Want de lat die er ligt als ik kijk naar Jezus of naar God is zo immens hoog, daar kan ik nooit bij komen. Het enige wat Jezus van ons vraagt is dat we ernaar willen proberen te streven om die eenheid waar te maken in zijn naam. En het blijft een gave van God om het waar te kunnen maken. Maar dan moeten we kijken met de ogen van het hart. Als we dat kunnen, dan kunnen we groeien in de eenheid waar Jezus vandaag voor bidt. Onze vraag mag zijn, willen we onze uiterste best doen om hem daarin te volgen? Amen. Mag u vragen als u kunt om te gaan staan voor het uitspreken van ons geloof in de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Maken we het stil in ons hart voor het uitspreken van ons gebed. Goede God, we komen vandaag tot u met onze gebeden in navolging van uw Zoon Jezus. Wil naar ons luisteren als wij tot u bidden. Zo bidden wij. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor alle voorgangers in de kerk, dat uw geest hen mag blijven aanvuren, zodat zij in vreugde en met wijsheid en geestdrift blijven voorgaan en getuigen van het geloof. En ook ons kunnen enthousiasmeren om dat te doen. Laat ons bidden. Voor allen die een leidinggevende functie hebben, hier te plaatsen of wereldwijd, dat zij eenheid en naastenliefde als het uitgangspunt van hun wetten en regels willen nemen. Laat ons bidden.
Voor allen die verdeeldheid of onrecht ervaren, die zelfs uitgesloten of bedreigd worden, om uw onvoorwaardelijke steun en kracht, om een glimp van uw heerlijkheid. Laat ons bidden. Voor iedereen die u, God, op ons pad stuurt, u geeft ons aan elkaar en vraagt ons om te luisteren naar elkaar, dat een ieder de ander respecteert en er voor hem of haar wil zijn, dat wij zo één mogen worden. Laat ons bidden. Voor onszelf hier bijeen en voor allen die met ons verbonden zijn, dat wij ons steeds blijven verdiepen in uw woord, God, dat uw Heilige Geest ons mag helpen om te leven vanuit uw vreugde, vrede en liefde. Laat ons bidden. Voor iedereen die meeviert en meebidt onderweg naar Pinksteren, dat de noveenvieringen ieders hart mogen openen voor de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, dat Gods Geest ons ook persoonlijk mag raken en inspireren om vol vuur te getuigen van ons geloof en zijn liefde voor alle mensen. Laat ons bidden. Voor de situatie in en rondom Oekraïne, dat de regeringen wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen en blijven streven naar een vreedzame oplossing. Bewerkt, goede God, de harten van hen die de vrijheid van Oekraïne niet respecteren, dat zij afzien van het kwade en tot inkeer komen, zodat bevolking gespaard blijft voor vijandelijk wapengeweld. Breng kracht en vertrouwen aan hen die ernstig ziek zijn, thuis of in verpleeg- en ziekenhuis verzorgd worden, en aan hen die de ziekenzalving hebben ontvangen. Laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen, Jan Nieuwenhuizen,
bidden wij voor diegenen die we meedragen in ons hart en noemen vandaag met namen. Overleden familie Verhaar Pietersen, Piet en Mien van Diemen, Dirk en Kome Janmaat, ouders van Marswijk van Leeuwen en Jan van Marswijk, Christen van der Steegt, Berkelaar, Joop en Beth van der Steegt van den Berg, Gerard de Veld. En binnen een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties. Laat ons bidden. Deze al onze gebeden leggen we aan u voor, hardop uitgesproken of levend in het diepst van ons hart. Wil onze gebeden verhoren, op uw tijd en op uw wijze, dat vragen wij u op voorspraak van de heilige Stefanus en de heilige Maria, moeder van God. Door Christus onze Heer. Amen. We gaan de altaartafel in gereedheid brengen voor het vieren van de Eucharistie. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen in de offerande middels de nu volgende collecte. Weet, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het voortaan aannemen, de algemeen van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer God, met open handen bieden wij u deze gaven aan. Open ook ons hart, opdat wij u oprecht kunnen dankzeggen door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Amen. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer,
Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, we danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot ge wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgaven in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren, met de heilige Jozef, de heilige Clara en Franciscus, met de heilige Johannes de Doper en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we dan samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En, met u. En mogen we elkaar een teken van die vrede geven. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot me komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, ware ons tot eeuwig leven. Bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Zegenen maar je broers en zusters, lichaam van Christus uitreikt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Laat ons bidden. God onze Vader, leer ons in eenvoud te leven, vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen. Eensgezind in het gebed en in het breken van het brood. Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus, onze Heer. Er zijn nog volgende mededelingen. Dinsdag 31 mei is er om 19 uur rozenkransbidden. Vrijdag 3 juni is er om 9 uur een eucharistieviering met kapelaan van Pasen. Zondag 5 juni is er om 11.15 uur een eucharistieviering met kapelaan van Pasen en medewerking van Corrie Vijvel. Op diezelfde zondag 5 juni is er een collecte voor de Nederlandse missionarissen. Deze collecte ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionairwerkers financieel, onder andere als het gaat om verzekering of om vakantiegeld als ze op verlof zijn in Nederland. Maar dient ook als noodfonds wanneer zij bijvoorbeeld beroofd zijn en een nieuwe computer nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Deze week is ook nog de Pinksternoveen. In de kerkportaal en de deur van de oranjerie kunt u het programma vinden van die dagen. U kunt het ook op de website van een veneratie zien. Na de viering bent u van harte welkom in de oranjerie voor een kop koffie of thee. Ik nodig u allen uit, want er is iets heel lekkers deze keer erbij. Wij wensen u een fijne zondag en een goede week toe. Ja, dat laatste geldt dan helaas niet voor de mensen die meekijken via de Zoom. Dat er wat lekkers is bij de koffie hier in de oranjerie. Maar ik hoop dat u toch zich verbonden heeft gevoeld met ons in deze viering. Het ging vooral over bidden die een verbondenheid kan teweegbrengen. U heeft in de afgelopen tijd veel gehoord over de Alpha-training. Leren spreken over je geloof. En vanuit de Alpha-training kregen we dit kaartje aangereikt. Voor wie bid jij? Gebed is niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor een ander. En aan de achterkant mogen we dan altijd invullen voor wie we bidden. Misschien in deze week dan speciaal nog even voor de jarige. Want van hem komt het lekkers. Zo mogen we van hier gaan. Onder de zegen van de Allerhoogste, om ons te helpen in het leven van alle dag. De Heer zij met u. En met u. Zegen u, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Wij danken.